Hoi hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag maak ik met jullie samen mijn blogschema voor de maand juni. Dat leek me wel leuk en dan zien jullie ook eens een keer hoe dat ik het doe. Ik begin natuurlijk eerst te schrijven met blogschema bovenaan. En dan schrijf ik de dagen op van de maand en dan werk ik met twee verschillende kleuren. Ik werk met een kleur voor de blog en ik werk met een kleur voor de vlog. Het is om het overzichtelijk te houden. Vanaf deze maand doe ik ook mee aan de Friday Five. Dus ook in juni zullen er 3 blogs verschijnen elke week en 1 video. En dan begin ik met invullen van wat ik al weet wat te gebeuren staat. Natuurlijk heb ik een aantal vaste onderwerpen, dus die gaan er als eerste in. En dit ook bij de blogs. En zo is eigenlijk het schema voor een groot deel al gemaakt. Nu zien jullie hier nog een aantal open plaatsen. Die 4 hier en die daar. Dat zijn voor recensies die ik er zeker nog wel tussen ga brengen van de boeken die ik nog aan het lezen ben. Maar dat weet ik nu nog niet wanneer dat precies gaat zijn en welke boeken dat precies gaat zijn. Maar dat komt allemaal heel makkelijk ingevuld in de rest van de maand mei. Waar gebruik ik dan het andere blad voor? Kijk, hier maken we een to-do-lijstje. Dat schrijf ik ook altijd wel op wat ik moet doen voor wanneer. Dus bij mijn blogschema voeg ik nog 2 dingen toe en dat is eigenlijk mijn creatieve video's. Crea noem ik het. Waarom? Ik heb daar nog geen datum voor ingepland. Ik hoop eigenlijk, maar daar heb ik nog niet echt een zicht op. Hier moet nog een boekenvideo komen, dus die komt er, een tag of een boekenvideo. De creatieve video's komen ergens daar tussenin. En dat is dan nog van mijn bullet journal. Een andere crea video, maar dat weet ik nog niet wat dat wordt. Dat kijk ik altijd in de loop van de maand. Maar ook die komen natuurlijk hierbij. Zoals jullie zien krijg ik zo een overzicht. Ik werk dan echt wel met het to-do lijstje, zodat ik kan afvinken wat ik allemaal al wel gedaan heb, niet gedaan heb. Ik kan namelijk meestal niet heel lang achter elkaar werken. Dus dan heb ik het mooi in kleine stukjes opgedeeld. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als het zo is, duimpje omhoog. Abonneren kan altijd hieronder. En ik zie jullie de volgende keer. Houdoe!